Ik wil jullie toch alvast ietsje laten zien van de nieuwe kleuren. Het is juni en dan gaan we eigenlijk al de najaarskleuren inkopen. Maar dan moet het eigenlijk toch nog een klein beetje zomers zijn. Maar ik vond dit zo'n mooi setje. Ik denk het is misschien voor jullie nog ver van mijn bedshow. En toch vind ik het heel mooi bij elkaar. Het is een vier seizoenen truitje. Niet te dik, niet te dun. Daar heb je eigenlijk het hele jaar plezier van. Die zijn 1 maat en die kun je dragen vanaf maat 38 tot en met een 42. Daar zitten die sterretjes op en daar is een wat dikker materiaal met een gouden print erin. Ik vond hem heel mooi bij de rok, omdat de rok dan net weer wat liever is, zeg maar, met een beetje een stoerig truitje erop. De trui is €39,95. De rok is eigenlijk een rok die je nu kunt dragen, want ik heb er net foto's van gemaakt met topjes en dit en dat allemaal. Dat ga ik ook laten zien. Maar ik dacht, ik doe hem ook alvast een keertje zo aan, zodat je kunt zien dat je het tot in het najaar gewoon makkelijk lekker door kan dragen. Dit is een strapless jurkje, die je ook als rok kunt dragen. Hierboven zit een gesmokte tailleband, dat is zo'n brede elastiek, zeg maar. Die draag je dan naar boven. Vind je het dan heel vervelend om blote schouders te hebben, doe er dan een bolero vestje of een giletje of zo overheen. Dan draag je het echt gewoon als een jurkje. Als je het dan mee op vakantie neemt en je gaat mee naar het strand, ja, dan heb je een leuke strandjurk. Laat er een badpak of bikini bovenuit komen en dan heb je toch nog iets van spaghettibandjes. Nou, die rokken zijn 1 maat. Ik heb maat 38, ik ben 1,72 meter. Met die lengte kun je wat sjoemelen. Ik draag het altijd allemaal wat lager, omdat ik wat langer ben. Maar draag je het iets meer in de taille, dan gaat het zomaar weer zo'n stuk omhoog natuurlijk. €39,95, het is 1 maat. Ik ga het meteen even laten zien. Het is een viscose, dus het rekt niet mee. Nou, ik zou deze tot en met maat 42 zeggen. 44, ja, zou ik komen passen in de winkel. Vaak is het zo, als je wat rechtere heupen en plattere billen hebt, maar wel een buikje, ja, dan kan er echt nog wel wat in. En dan zal het ook echt wel goed zitten. Maar heb je wat rondere heupen, rondere billen, dan kan het zomaar weer heel anders eruit gaan zien. Even kijken, de rok 9, en ja, de laarzen zijn opnieuw binnen. Ik denk, ik wil het ook laten zien met een laarsje erbij. Maar, misschien moet ik wel even zeggen, dat is nog niet aan de orde. Dat is dadelijk pas voor september. Alhoewel we dan goed in een hittegolf kunnen zitten. Laten we het even zomers houden. Alleen, dan moet ik wel even snel van top wisselen. Want die heb ik er nou niet onder. Normaal doe ik er die onder. Dus ik trek daar heel even snel aan. Gooi mijn truitje uit. En dan kun je meteen zien hoe het als een zomeroutfit eruit ziet. Nou, hop top. Ik doe het er eigenlijk nooit los overheen laten vallen. Ik vind het mooiste met die riem, omdat het dan in één keer een heel stuk slank afkleedt. Kijk, hoppatee. Ik doe dat om het topje heen, dus ik doe de top niet in mijn rok, want dan word je ook een maatje meer. Dat moet je niet hebben. Alles wat onder de riem uitkomt, stop ik altijd onder de riem. En dat gaat heel goed, omdat die elastisch en lekker breed is. Nou, dit zijn die fijne topjes met die brede bandjes. Daar komen de BH-bandjes niet onderuit. Die zijn 1 maat en die kun je dragen vanaf een maat, ja, 36, 38, ik heb 38, nou 36 moet ook wel kunnen, tot en met een 40-42. Bij 42 vind ik dat het achter op de rug wat gaat aftekenen, maar ja, draag je er een blazer overheen, dan is dat natuurlijk helemaal niet erg. Dus tot en met 40-42 gaat makkelijk en die hebben we in heel veel kleuren. Nou vind ik het leuk om er bijvoorbeeld een giletje over te dragen. Dat is toch wel een van mijn favoriete items. Dan maak ik het allemaal lekker stoer mee. Die zijn €59,95. Die hebben we van maat 36 tot en met 44 en vallen goed op maat. Maar twijfel je tussen twee maten, pak dan de grootste. Dat is wat ik iedere keer in de winkel zie, dan pakken ze nooit de kleinste. Dus ik zou dan ook echt de grootste pakken. Even kijken, dan hebben we natuurlijk de bolero vestjes. En dan vind ik de kleuren crème en beige heel erg op elkaar lijken. Is één van die twee kleuren uitverkocht, dan adviseer ik gewoon om te wisselen van kleur. Dit is de crème kleur. Gewoon zitten twee slierten aan, je legt er een strik in en het is klaar. Dit is een mix van viscose met acryl. Viscose met nylon. Dat blijft mooi in het model, dat draagt lekker en dat is niet te zwaar. Ik pak de zand of de beige kleur er even bij, dat je kan zien. Ja, inderdaad. Als ik het niet zou zeggen en ik zou het gewoon opsturen, dan zou je waarschijnlijk denken, nou, dat is allemaal prima.
Kijk, en ook deze past dan weer heel mooi bij de rok. Maar dat is tot nu toe met alle items die we hebben, of we nou beige of crème pakken. Het is vaak allebei goed. 34,95. En die kun je dragen vanaf maat 36 tot en met 44. Dan hebben we ook altijd de vier seizoenen truitjes. Met deze maak je het weer iets meer najaar. Bij die lichtere, ja, dan is het voor een koele zomeravond ook heel fijn. Zal ik heel even nog laten zien hoe dat dan gaat met zo'n riem. Dan doe ik het vestje even uit. Hang het dadelijk wel op. We gaan alleen. Ik moet ook zorgen dat mijn filmpje niet te lang wordt natuurlijk. Dit zijn de vier seizoenen truitjes. Die zijn €29,95. Het is gewoon een heel simpel ding. Maar wat ik fijn vind is dat ze niet te lang zijn. Dat ze gedragen kunnen worden vanaf maat 38. Dan komt mijn hemdje er iets onderuit. Tot en met een 44. Het heeft een driekwart mouw. Dat is een soort van vlindermouwtje waar er aan zit. En ook hier doe ik weer de riem om de trui. En alles wat er onderuit komt, dan moffel ik eronder. Ja, ik zie het hier in de winkel ook. Iedereen is aan het moffelen, want ze kijken de filmpjes blijkbaar wel. Kijk, en is het nou wat frisser, kun je hem toch lekker dragen. Die zijn dus €29,95. Vond je dat net leuk met die laarzen? Ja, dan zou je ook deze kunnen doen. Dat is de taupekleur. En op onze website ga ik dat dan allemaal aan elkaar matchen. Ja, dan is het weer iets meer najaar, zie je dat? Heb ik nog meer? Ik vond dit ook een heel leuk ding. Daar heb ik geen foto's van gemaakt. Maar dat is ook zo'n fijn gebreid shirtje. Met zo'n ruffelmouwtje erlangs. En dat past er ook heel mooi bij. Die zit het mooist bij maat 38 en 40. Groter zou ik zeker niet doen, want dan gaat het aftekenen. Die zijn €34,95. 36, ja, dat kan vaak ook. Maar heb je smalle schouders, dan vind je de V-hals misschien te groot. Nou, eens even kijken. Ik ga dit truitje nog heel even uitdoen. Oh ja, ik had nog een hele leuke. Maar wordt een filmpje wel heel lang. Ik ga er dan wel bij vertellen. Ik doe dat jeans giletje nog even op, want dat vind ik ook altijd een hele goeie. Hoppatup. De riem weer erom. En de rest ga ik zo even laten zien. Dan moet je maar naar de foto's kijken. Ja, mijn filmpje wordt veel te lang, want ik heb er van alles bij natuurlijk. Ja, spijkerstof doet altijd goed, hè. Dan had ik de linnen blouse. Het is een blouse met een V-hals en een kraagje in het zandkleur. Vond ik heel mooi. Die ik voor een knoopje inleggen of de riem eromheen. Die zijn €39,95 en die kun je dragen van maat 36 tot en met 42. En dan had ik deze ook nog. Ik heb het allemaal slecht op een hanger teruggehangen, zie ik wel. Dit is het Lurex vier seizoenen truitje in een lichte camelkleur. Die kun je dragen van maat 38 tot en met 42. En die stond er ook super mooi bij. Het is ook een lekker dun truitje voor in de zomer. €34,95. Ja, €34,95. Nou, ik zou zeggen, kijk gewoon even naar de foto's op de website. Kijk goed naar alle filmpjes als je nog rond gaat kijken op de website. En bij elk filmpje zetten we bij, bij twijfel niet bestellen. Dus staat het jou aan en denk je, ja, dat moet ik hebben. Wij richten ons op maat 38 tot en met 42, omdat dat makkelijke maten zijn, zodat we weinig retouren krijgen. Bij maat 44 zeg ik altijd, kom naar de winkel, want daar vind ik net te moeilijk om op te sturen, want wij hebben een ander retourbeleid dan andere webshops. In de winkel krijg je bij ons geld terug, dus heb je iets besteld en kom je naar de winkel toe, dan krijg je je geld terug en ga je bij ons retour sturen, dan krijg je daarvoor een waardebon. En dat doen wij omdat er anders massaal besteld wordt zonder te kijken. En dat kan niet, want ik ga maar één keer in de week inkopen en ik heb maar één busje en dan kan ik maar één keer in de week vollaaien. En als we dat op een andere manier zouden doen, dan zou ik elke dag op inkoop moeten. Maar dan zou ik ook een hele grote retourenafdeling hebben. En daarom leggen we alles zo goed mogelijk uit. En alles wat ik zeg, dat klopt ook. En twijfel je of het jou zou staan, dan zou ik het niet bestellen. Ik denk altijd, jij ziet dat wel. Hè? Of het jouw ding is, of het jouw stijl is, of het jou zal passen. De maten die ik erbij vertel, die kloppen. En anders zou ik zeggen, kom gerust passen. En dan weet je het zeker. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.